Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik kom net uit de douche. Ik heb mijn haar even gespoeld. Ik heb de hele nacht geslapen met de crème spoeling of het masker wat ik in mijn haar had. En ik ga me nu even opmaken, want ik heb zo meteen een proef. Ongeveer 20 minuten rijden van hier. Gisteren heb ik laten zien dat ik weer versalieolie heb. Maar ik ga eerst even nog een watje tonic op mijn gezicht aanbrengen. Want het is een beetje droog nu. Ik heb van Chanel, had ik van mijn vriendin, deze reinigingsmelk en toner of tonic gekregen. Ik ga die eerst even aanbrengen. Want als ik nu crème opbreng, vind ik het echt super droog. Aanbreng. Oké. En dit is de toner, gel toner. Oké. Ik heb ook nog een tester van Clinique. Dit is een clarifying lotion. Deze prikt een beetje, maar ik denk dat het wel goed is tegen vlekjes en zo. Dus ik doe daar heel klein beetje van. Deze moet je ook absoluut niet in de buurt van je ogen aanbrengen, want dan ga je echt dood. Dat heb ik laatst wel gedaan. Ik heb echt pijn. Dus ik dab deze meestal op mijn wangen een beetje. De plekken waar ik vlekjes heb. Er zit echt een soort van zuur in. Je moet echt oppassen met je ogen. Niet over je ogen heen. Oké. Ga ik nu een paar druppels. Meestal doe ik vier van deze aanbrengen. Oh, waar is het goud? Je hoort een beetje gouden dingetjes te zien. Ja, kijk. Ja, zie je goud erin? Het lekt al overal. Dan neem ik vier druppeltjes hiervan op mijn gezicht aan. Ik vind altijd dat het een beetje naar citroen ruikt. Deo, voordat ik het vergeet. En nu mijn crème. Ik wilde eigenlijk mijn haar een beetje feunen en zo, maar ik was weer een serie aan het kijken terwijl ik aan het eten was. Dus dat ging niet zo goed. Ik heb vandaag mijn salm gegeten met mijn boontjes. En toen heb ik net even twee wrapjes gegeten met gerookte salm en komkommer. En mocht ik honger hebben straks, dan ga ik gewoon eieren koken. En dan ga ik dat met komkommer en tomaat eten. En misschien die geitenkaas, want die ligt ook nog in de koelkast. Kijk, ik doe het echt niet als het moet, maar ik ben een beetje aan het haasten. Oh, mijn zonnebrandcrème. Niet dat er echt veel zon is nu, maar ik doe maar een beetje. Dat was deze die ik had gekregen van Jotty. Als je zonnebrandcrème aanbrengt, vergeet het niet over je ogen te doen. Want daar komt ook zon. En dat is een plek waar heel veel mensen niet aanbrengen. En dan krijg je dus ook last van hyperpigmentatie op je oogleden. Oké. Ik ga denk ik mijn haar even eerst vast uitkammen. Want als mijn haar zeg maar meteen gekamd wordt, terwijl het nat is, dan is het stijl. Dan hoef ik er niet per se echt veel mee te doen. Ik heb best wel makkelijk haar. Maar dan moet ik wel meteen uitkomen. Ik heb mijn haar gefeund. Ik heb droogshampoo erin gespoten. Zodat het niet zo snel vettig wordt. Dus nu ben ik even grijs. Dat gaat zo weer wegtrekken. Ik ga even snel een beetje make-up opdoen. Ik ben heel warm van mijn haar feunen. Ik ga denk ik een beetje mijn NARS foundation opdoen. Die is heel dun. Ik ga eerst mijn gezicht even sprayen. Ik
weet dat het niet het beste licht is nu. Maar ik heb geen goede lamp in mijn kamer. En het is al avond. Dus, sorry. Ik heb een heel druk weekend weer. Meestal het laatste weekend van augustus, de eerste week van september, is super druk. Dan kiezen mensen ervoor om te trouwen. Pandits geven die data, wat ik een beetje... Ja, het is wel toevallig allemaal weer het begin van het nieuwe schooljaar en zo. Mensen zijn terug van vakantie. Er zijn gewoon heel veel bruiloften. Dan heb je nog een nasleep van september, waar je dan sporadisch nog wat bruiloften hebt. Dus ik heb nu nog dit soort proef. Morgen heb ik 2 bruidjes. En van 7 tot 6 boekingen. En dan zaterdag hetzelfde. Dan heb ik van 9:30 tot 17:00 boekingen. Zondag heb ik een shoot met een Marokkaanse kledinglijn. Die tot haar verhuurt en te maken haar eigen jurken. Haar eigen taxita's en gala jurken. En daarna ga ik misschien naar een festival, maar dat weet ik nog niet zeker. Want ik heb kaartjes gekregen voor het Zaterdagse festival. Dus ik wil er eigenlijk wel heen gaan. Als het niet al te hard regent, ga ik er gewoon heen. Maar ik ben nu al moe bij de gedachte. Ik kan niet wachten tot het eindelijk weer allemaal een beetje wat rustiger is. Die kan ik even bijkomen van wat er allemaal de afgelopen maand is gebeurd. Dit zijn mijn kwasten. Zijn er trouwens andere vloggers van wie jullie een dagelijkse vlog kijken? En wat maakt die vlogs leuk? Want ik ben dus even benieuwd van hoe haal je dit een soort van spannend. Kijk, als ik een weekvlog maak, dan heb ik de weekenden vaker wanneer ik wat leuke dingen doe. En dan denk ik van oké, dat vinden jullie vast leuk om naar te kijken. Maar nu denk ik ja, elke dag. Ik weet niet zo goed of jullie dat nou wel of niet interessant vinden. Dus ik probeer elke dag gewoon nu iets te bedenken van oké, dat zou ik zelf willen zien. Dus ik heb gisteren gekookt. Ik maak me nu op. Ik heb zo meteen een proef. Maar dat kan ik natuurlijk niet voor jullie laten zien. Want een proef is vaak alleen voor mij en de bruid. En degene die erbij zitten. Omdat die look bewaard wordt tot aan de bruiloft. Dus vrijdag en zaterdag kan ik waarschijnlijk wel vragen of ik hun look mag filmen. Ja. Ik heb ook 2 feestjes. Maar vrijdag film ik niet. Zaterdag heb ik een feestje. Misschien kan ik daar wel filmen. Dus laat het me even weten hieronder. Trouwens. Ik weet dat het een beetje erbij hoort. Dat mensen over je praten naarmate je iets bekender wordt. Maar ik heb van de week weer iets gehoord. Dat ik dacht echt van. Er zit gewoon totaal geen waarheid in. En dan ben ik ook altijd benieuwd. Wie er dan vol zoveel passie over me praat. Terwijl die persoon me niet kent. Gewoon iets uit zijn duim zuigt. En kijk, ik kan me vervelend vinden. Maar waarom moet je doen alsof je hem kent? Dat snap ik niet zo goed. Dus alsjeblieft. Don't do it. Ik ga mijn wenkbrauw doen. Denk ik een beetje haast nu. Jullie zijn er bezig hoor. Ik hoor gestamp en getuter. Trouwens, als je iets over mij gehoord hebt. En je denkt, volgens mij klopt het niet. Of klopt wel. Mag je me altijd een berichtje om te vragen of ik het wel al weet. Of dat klopt. Want vaker dan niet. Is het gewoon onzin. En ken ik de mensen niet eens die wat over mij hebben gezegd. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Kijk, en als het wel dingen zijn die waar zijn, dan weet ik ook waar het vandaan komt. Dan weet ik ook welke mensen ik bijvoorbeeld niet moet vertrouwen in mijn eigen groep, weet je. Dus het is altijd wel fijn om te weten wie over je lullen. Ik denk dat ik nu nog een beetje blush op doe. En een beetje mascara. En een lipstift, dan ben ik klaar. Ik ga niet contouren voor een proef, zo. Ik zie een mascara op. Dan heb ik weer een potlood.
Mijn snor zweet nu al. Oké. Deze opdoen. Ik ben trouwens nog best wel bruin van Marrakesh. En ik was laatst met mijn vriendin naar de sauna. Toen hebben we de hele dag in de zon gelegen. Buiten in het zwembad. Want het was echt heet. Dus ik ben nu best wel bruin voor mij doen. Omdat ik gewoon een paar keer op vakantie ben geweest. Ik ben in Dubai natuurlijk geweest. Heb ik in de zon gelegen. Dus ik ben in Spanje geweest. Ben ik buiten geweest. Nou, Marrakesh weer een aantal dagen in de zon. Ja, en drie keer in de zon. Dan bouwt je pigment natuurlijk ook op in je huid. Oh, mascara of mijn ooglid. Kijk, dat is niet zo cool dit. Ik heb hier natuurlijk ook geen wattenstokje. Dit zijn Johnson baby wipes, maar die zijn best wel groot. En eigenlijk te groot voor even gewoon... wat wegvegen. Dat vind ik eigenlijk wel zonde. Oké. Nog één keer spray en dan is mijn make-up klaar. Ben ik nog steeds grijs? Ben ik nog steeds grijs? Even een outfit aandoen en naar de auto. En dan zie ik jullie zo meteen in de auto. Ik heb zo'n ding gekocht waar je camera op kan zetten, maar ik weet niet hoe het werkt. Dus dat wilde ik net even erop zetten in mijn auto, maar dat gaat niet. Dus ik ga nu rijden naar de proef. Ik ga eerst even appen trouwens of vandoor gaat. Want ik heb haar niet gesproken vandaag. En dan daarna ga ik misschien even... wat eten halen of zo. Ik ben weer thuis. Ik heb net een doorzichtig hoesje binnengekregen. Kijk, je ziet het niet eens. Van Ali. Het is super dun. Ik had deze laatst ook besteld met de kortingscode die Natasha had. Hij is super mooi hoor. Maar hij is een beetje zwaar en groot. En nu, dit is gewoon alsof ik letterlijk niks op mijn telefoon heb. Ik vind het wel fijn. Want ik vind mijn iPhone gewoon zelf zo mooi dat ik gewoon geen hoesje eigenlijk wil. Dus ik ga deze even een paar dagen dragen totdat ik hem weer zat ben. Ik wissel heel vaak van hoesjes. Deze is dus heel mooi. En heel stevig. Die gaat even opzij. Ik denk dat ik de vlog nu ga afsluiten. Want het is best wel laat. Ik moet morgen om 7 uur beginnen. En ik moet nog de keuken opruimen. Ik moet nog echt achter de laptop dingen doen. En de vlog editen, dat kost ook allemaal tijd. Dus ik moet morgen om 7 uur in Den Haag zijn. Dus ik moet 6 uur ongeveer de deur uit. Dus waarschijnlijk ga ik niet echt slapen vannacht. Bedankt voor het kijken in ieder geval en ik zie jullie weer in de vlog van morgen. Doei!